De Bond van Leraren, die sinds 1 oktober in actie was, moet het werk morgen hervatten. Dat besliste de rechter vandaag, nadat het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur gisteren een kort geding aanspande tegen de BVL. De leraren gingen in actie omdat ze het niet eens zijn met de manier waarop het ministerie enkele directeuren van VOS-scholen heeft aangesteld. De rechter besliste in het voordeel van het ministerie. BVL-voorzitter Reshma Mangre zegt dat ze buigt voor het vonnis van de rechter, maar ze zal het niet hierbij laten. De BVL gaat in hoger beroep, geeft ze zelfverzekerd aan. De rechter heeft vooralsnog gezegd dat wanneer het gaat om aantasting van CAO, dat dan de stakingen met zoveel woorden rechtmatig zouden worden verklaard. Maar bij ons gaat het niet om een CAO, maar het gaat om de procedurele fouten die zijn gemaakt vanuit het ministerie. En ik wil dus aangeven wat ongeveer de procedurele fouten zijn. Bijvoorbeeld, meneer Oldensdam is aangesteld als directeur van Lyceum 2. En voor alle sollicitanten gold dat je door een ballotagecommissie moest gaan. En meneer Oldensdam is nooit geballoteerd geworden. En het staat op papier. En het staat op papier, want ik heb het gehad toen we het verzoekschrift hebben gehad. En toen pas wistelijk zijn we tot de ontdekking gekomen dat meneer Oldensdam nooit geballoteerd is geworden. Terwijl alle andere kandidaten wel zijn geballoteerd geworden. Dus daar proef je al een stukje willekeur vanuit het ministerie. Wat er is gespeeld bij HAVO 2, dat voordat mevrouw Verveer werd geballoteerd, de docenten van HAVO 2 hadden aangegeven dat ze al wisten wie de directeur op die school zou worden. Toch? En dan dat proeven we ook een stukje willekeur van, hey, is dat inderdaad zo? Want hoe weten mensen van tevoren, zonder dat iemand nog geballoteerd is geworden, wie de directeur wordt van die school? Mangre vindt dat het ministerie niet communiceert met de leraren. Er zijn tal van problemen aangekaart bij het ministerie, maar de minister reageert daar niet op. In plaats dat de onderwijsminister helpt de problemen op te lossen, gebruikt ze machtsinstrumenten, zegt Mangre. Allicht is in de samenleving de indruk gewekt dat de bond voor de minister wil gaan bepalen en op de stoel van de minister wil gaan zitten. Dat willen we niet. We kennen onze verantwoordelijkheid. Maar we zeggen wel dat als je beleid maakt, dat het belangrijk is dat in het belang van ons onderwijs, dat beleid draagvlak heeft. En dan willen we betrokkenheid hebben. En weet u wat mij stoort? We zijn als bond vrijdag bij de minister geweest. We zijn uit elkaar gegaan en de minister zegt, we hebben dialoog gevoerd. We hebben één keer gesproken, want de minister was uitlandig. Vanaf augustus is er geen maandelijkse overleg geweest. In de maand september is er ook geen maandelijkse overleg geweest. Dat was BVL-voorzitter Reshma Mangre vandaag, nadat de kortgedingrechter besliste dat de leraren ten onrechte staken. Morgen moeten de leerkrachten weer naar het werk.